Meneer Stroet, wat bent u aan het doen? Ik ben even de oven aan het uittesten voor morgen vroeg markt. Bent u bang dat hij het niet doet dan? Ja, ik weet niet, iemand anders heeft de stroom aangelegd en dan kan hij net verkeerd omdraaien. Ja, ja. En dan staat de oven verkeerd om. Maar is die goed warm? Ja, heel doet prima. Ik kom morgen lekker met deze broodjes uit. Oh. Die staan nu te rijzen bij ons in de bakkerij en die drukken we er morgen vroeg in. En dan maar hopen dat de mensen in de been komen hier op het nieuwe Vleermoesplein. Hè. Kom je toevallig langs de padden? Ja, altijd hè. Kon je ik kon het roken. De baklucht ruiken. Ik rook het in het redactielokaal. Ik denk nou. Ja, kijk maar, dat is mooi hè. Kijk, en zo doen we dit. We hebben nog een klein bakkerijtje hier achter. Die is ook even nodig om even te kijken. Een klein mini bakkerijtje midden in neder. Hier ja, moet het prima doen. Er zijn bijna nooit geen mensen binnen geweest. Oh. Hier hebben we achterkant van de oven. Oh ja. Even een werkbankje. Dan kunnen we deeg maken. En een koelkastje erin. Ja. En dan kunnen we een klein mini bakkerijtje uitmaken. Nou, mooi. En daar gaan we dus elke dinsdag straks broodjes bakken en brood. En, zo nu met beweegwijs samen kinderworkshopje. Met deeg en dan gaan we daar dansen op het plein. En al die dingen meer. Het mooi gebouw geworden, dacht jij, Nijman? Ja, het ziet er goed uit. Ja, dat dacht ik. Complimenten. Ik zal het busje er nog in opzetten, een beetje reclame. Brood en banket, bakkerij Stroet. Succes meneer Stroet. Hartelijk dank. Ja. Ik denk dat ik het morgen nog wel zie, of niet? Nou, ik niet. Vers gebakken brood ruiken. Moet je ook wel eens werken? Ja, ik werk ook nog wel eens. Ja, werk je ook nog. Morgen moet ik delegeren dus. Morgen ga je delegeren? Ja, dat is beter. Maar. Je doet het strafrecht. Tot ziens meneer Stroet. Ja. Hartelijk dank hè.